met de SP op dit moment? Prima. Ja? Kom, we gaan even hier staan. Ja. Gaat goed? Ja, gaat prima. Ik ben tevreden. Dus iedereen druk bezig natuurlijk voor 12 september? Absoluut, ja. Dus je bent lekker druk? Zeker weten. Je bent van de korte af, van de korte antwoorden vandaag. Oh, ik wil wel langer antwoorden, maar ik weet dat er een hoop mensen na mee komen. Die moeten ook nog de kans krijgen. Oh, maar dat komt wel goed, joh. Dat komt wel goed. Hé, hey, luister. Wat vind je nou van de wietpas? Meteen afschaffen. Waarom dan? Hij had eigenlijk sowieso niet ingevoerd moeten worden. Het is niet zo dat de koffieshops het probleem is, maar de wietpas is een probleem. En ja, de wietpas die leidt inderdaad alleen maar, het is bijna herhaling, het is net ook al gezegd. Je haalt de mensen uit de koffieshops, het gaat op straat gebeuren. Een hoop gedonder met weer politie, justitie. Die hebben er een heleboel werk aan, een hoop overlast voor mensen in wijken. Dat moeten we met elkaar niet willen. Juist die koffieshop was daar een goede oplossing voor. Hey, maar zien ze dat in Den Haag nou niet in na een paar maanden? Een aantal partijen wel, de SP wel en ook andere partijen. Er staat ook D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Er zijn er meer die het inzien. En net werd er over Os gesproken. Ook in Os hebben een aantal partijen gezegd, wij willen op hele korte termijn met het college, met de burgemeester in overleg over die wietpas hier in Os. Wat we ermee kunnen doen. Helemaal goed. Nou ja, inderdaad, er mag steeds gepakt worden. En nou zijn ze natuurlijk al een tijdje onderweg. Wordt het al een beetje opgemerkt in Den Haag, deze actie? Volgens mij wel. Jullie timmeren aardig aan de weg, moet ik zeggen. Je hebt toch wel 20 steden bezocht. Het haalt overal toch de nodige publiciteit. En het is alleen maar goed. Wat ik gisteravond hoorde, onder Hoes, notabene, een van de voorvechters van die wietpas. Ja, wat is dat, joh? Die nu toch alweer begint van, ja, nu ik zie wat er echt gebeurt op straat, vind ik toch al dat we eigenlijk alweer aanpassingen moeten doen, dingen terugdraaien. Nou ja, dat zegt al iets. Ja, ik denk naar aanleiding van allerlei klachten, dat moet wel, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, hier in Os valt het inderdaad met de klachten en de overlast op dit moment nog wel mee. Wat we weten. Maar inderdaad, de stad als Maastricht, die grote steden, dat is een heel ander verhaal. Als het dadelijk boven de rivieren in Amsterdam, Rotterdam ingevoerd gaat worden, nou, dan zie ik die ellende in die wijken daar al vormen. En dat moeten we met elkaar niet willen. En wanneer...